Vanavond is er weer een persconferentie. Wat verwachten de Bokselnaren daarvan? Wat verwachten jullie vanavond van de persconferentie? Ik niet heel veel. Eigenlijk. Niet zo heel veel? Nee, ik geloof het allemaal niet meer zo. En wat geloof je dan niet zo? Nou, dat er een tweedeling is. Dat het de ene wel open mag en de andere niet. Ik vind het vooral voor ondernemers al heel zuur, voor de horeca. Ik ben wel zelf heel blij dat de sportscholen weer open mogen. Omdat ik daar vooral, vond ik vervelend. Maar ik vind het heel vervelend voor de horeca dat die nog niet open zijn. Want ik denk dat zij het wel zwaarst hebben. Maar ik ben blij dat we weer een stapje verder mogen. Dus we gaan wel een kwartier met z'n allen naar de sportschool binnen. Maar de horeca mag geen kwartier binnen. Dat is het probleem. Ja. Jij vindt eigenlijk dat er wat dat betreft iets meer moet gebeuren dan wat eruit lekt? We moeten het met z'n allen doen. En dit is niet met z'n allen. Dit is de ene wel en de andere niet. En ik denk, gezien zeg maar, onze omgeving bijvoorbeeld een half uurtje rijden, mogen we in België wel lunchen. Ik vind dat ze hier wel iets kunnen versoepelen. Ja, jawel. Had wel gemogen voor mij. Okay. Nou, ik vind dat ze de bars moeten ze dicht houden, maar ik vind dat ze eigenlijk de restaurants gerust open kunnen doen en winkelen op afspraak. Ja, ik denk niet dat er zoveel mensen meer komen, want dan heb je maar een bepaalde tijd. En ja, de mensen voelen zich dan verplicht, denk ik, om iets te kopen. Dus ik denk niet dat dat werkt. Gezellig winkelen is er niet bij, nee, denkt u? Nee. Ja, ik werk zelf in de horeca en ik vind gewoon dat wij gewoon weer niet helemaal misschien open kunnen, maar in ieder geval overdag. We kunnen in ieder geval overdag gewoon open. Nou, ik vind ook dat ze het gewoon dus op de Belgische manier moeten proberen. Gewoon dus open. Ik weet nog niet precies wat ze voorstellen, want dat moeten we nog echt horen. Maar ja, goed, we zullen afwachten wat er van komt. Maar wat mij betreft mogen de winkels wel lopen, want ja, ik denk als we allemaal wat voorzichtig zijn, dat wel moet kunnen. Ik beschouw die Omicron meer als een zware griep. Tenminste van 10 tot 5, begin daar eerst maar eens mee. En daarna verder kijken. De winkels mogen waarschijnlijk ook een beetje open, maar de horeca vindt het heel lastig dat ze dicht moeten blijven. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen bij horeca. Dat is toch een andere tak van sport dan winkel. In de winkel ben je even binnen, doe je boodschappen, ga je weg. In een horecabedrijf, zeker in een café, dan sta je wel langer en ook wel vaak dichter bij elkaar. Ik denk dat het veilig kan. Ja, ik vind eigenlijk dat alles open moet, want maatregelen hebben ze tot nu toe eigenlijk niet heel veel uitgehaald. Alles gewoon open. Ik vind het ook. En mensen afstand houden en een beetje in de gaten houden en een beetje op elkaar letten. Dan denk ik dat het best kan. Soms sta je maar met 3 man in een winkel, dan moet het gewoon kunnen, denk ik dan. Het zou natuurlijk wel aardiger zijn ook voor die mensen, want die werken zich 6 keer de ronde en verdienen niks. Ja. Ik heb begrepen dat de winkel morgen wel open gaat. De winkels morgen wel, uit protest, morgen open gaan. En dan mensen 2 per winkel binnen of zo? Ik denk dat wij wel mee gaan doen, denk ik, ja. Het is mooi geweest voor jullie. Voor ons is het sowieso mooi geweest. We zijn al blij dat we enigszins de klanten nog kunnen helpen. En dat we nog verkoop hebben daardoor. Maar het is niet zoals we het eigenlijk graag zouden willen zien. En wij zijn inderdaad daar wel heel erg klaar mee, ja. Ja, de horeca, nou ja, ik vind het wel heerlijk weer eerst een bakje koffie te kunnen drinken. En hier zo een beetje aanmoedigd te gaan staan.